geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen? Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Van harte welkom Doreen Boy en Mira Seys. Dank je. We zitten in de officiële podcaststudio. Het wordt steeds mooier. Die verschilt eigenlijk niet heel erg van een radiostudio. Het geluid wordt opgenomen, dat is het belangrijkste. En ik zei net tegen jullie, het is tegenwoordig bijna iedere keer zo dat als ik een aflevering ga opnemen, dat er weer een nieuw iemand bij zit, Doreen. Want yes. Jij bent nog niet zo lang bij Follow the Money. Ja, nee, vanaf april ongeveer. Ja. Hoe ben je daar terechtgekomen? Dat was best toevallig. Ik was op zoek naar een manier om meer ervaring op te doen in journalistiek. En ik was afgestudeerd en een beetje aan het zoeken wat ik nou eigenlijk wilde. En ik had een open sollicitatie gestuurd naar Follow the Money. En daarin ook gezegd van, ik heb een achtergrond in Asian Studies en in Chinees. Ik heb een minor Chinees gedaan. China is een heel belangrijk onderwerp voor jullie. Ga erover schrijven, is belangrijk. En toen kreeg ik eigenlijk terug met, dat gaan we inderdaad doen. En vrijdag daarna was het eerste artikel uit het China dossier. Dus ik kon eigenlijk wel heel snel inrollen. Dus dat lijkt een beetje toevallig eigenlijk. Ja, zeker. Nee, ik heb gewoon, raak geschoten. Maar je dacht van, ik ga Follow the Money eens even erop wijzen dat ze echt wel aandacht aan China moeten gaan besteden. Wel, ik kwam een vacature tegen voor een ervaren onderzoeksjournalist. En toen dacht ik van, ik kan het ook wel proberen. Want je zegt, ik wil meer ervaring opdoen. Heb je al wel journalistieke ervaring of is dit nu je eerste baan of opdracht? Zeker eerste opdracht en eerste officiële traineeship en zo. En daarvoor heb ik wel stage gelopen bij een uitgeverij van een correspondent. En daar wel ook heel veel geleerd, maar nog niet echt zelf stukken geschreven of zo. Ja, je noemt het even en passant, want je bent dus begonnen als stagiair, maar al snel werd je trainee. Ja, inderdaad. En het was ook gewoon dat ik met allerlei dingen begonnen was en in allerlei onderwerpen gedoken was en eigenlijk nog niks had kunnen afmaken, omdat het ik was 3 maanden bezig. En veel onderwerpen lopen toch ook wel langer door. Dus dat was ook al een reden om gewoon te blijven, omdat je denkt van ik wil wel ook gewoon wat neergezet hebben. Ja. Leuk, zo'n ambitieus type, hè, Mira, te hebben. Ja, super. Want jij was ook nog maar net begonnen met het China dossier. Ja, klopt. Ja, ik heb een artikel geschreven over Confucius Instituten. En dat was het eerste binnen het China dossier. En ook nog eentje over de CDA-politicus. Dat ook nog. Ja, want even de Confucius Instituten. Vertel maar meteen even wat dat zijn dan. Ja, dat zijn Chinese onderwijsinstituten die gekoppeld zijn aan een aantal universiteiten in Nederland. De Rijksuniversiteit Groningen heeft er eentje. Leiden had er eentje en Maastricht heeft er nog een. En we hebben eigenlijk geschreven over het feit dat die instituten betaald worden door de Chinese overheid. Dat op die manier dus de soft power van China wordt verspreid. En dat betekent eigenlijk dat ze zichzelf gewoon zo goed mogelijk willen neerzetten in het buitenland. En dat heet soft power? Soft power, ja. Dat is het eigenlijk tegenovergestelde van hard power. En dat is echt oorlog en dat soort dingen. En soft power is op een soort hele lieve manier toch propaganda uitdragen. Want daar ging het om propaganda. Ja. En hoe staan die instituten er nu bij? Nou, dat is wel leuk dat je dat vraagt. Want na ons artikel zijn er nog een keer kamervragen gesteld. Gesteld aan minister van Engelshoven. En die had in de beantwoording van haar kamervragen gezegd dat ze nu adviseerde om die instituten op afstand te zetten bij de universiteiten. Dus ze waren daar wel al over aan het nadenken. En nu is er ook echt een advies van de minister om die instituten bij de universiteit op afstand te zetten. En op afstand, wat zou dat in de praktijk betekenen? Dat is een goede vraag. Dat heeft ze ook nog niet precies duidelijk gemaakt. Nee, maar wat ik begreep is dat het niet meer binnen de universiteit plaatsvindt. Dus dat misschien ook bijvoorbeeld in lokalen daarbuiten, dat ook een mogelijkheid zou zijn. Maar volgens mij zijn ze daar nog over aan het nadenken. Oké, en jullie zitten natuurlijk helemaal in dit onderwerp. Hè? Misschien dat de luisteraar denkt, invloed van China, niet zo gek als het een Confucius Instituut heet. Hoe erg is dit?
Ja, daar verschillende meningen natuurlijk over. Maar wat we bijvoorbeeld zien, om maar even over te gaan naar ons nieuwste artikel. Dat gaat over studentenvereniging in Nederland, Chinese studentenvereniging in Nederland. Daarbij zien we wel dat doordat China nog invloed heeft, ook in het buitenland, dat er mensen zich niet meer durven uit te spreken als ze kritisch zijn tegenover Chinees beleid. En dat is wel jammer voor zeker wetenschappelijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting. Al die waarden die we eigenlijk heel hoog in het vaandel hebben. Dus dat, ja, ik denk dat dat tot nu toe voornamelijk het grootste probleem is. Er zijn ook in het verleden gevallen geweest waarin spionage plaatsvond. Dus dat is ook een risico. Ik zal niet zeggen dat iedereen meteen gaat spioneren. Dat is zeker niet het geval. Maar het is een risico, een reëel risico waar rekening gehouden mee moet worden. Ja, en Dorien, hoe werkt dat nou in jullie China-dossiergroep? Hoe komen jullie aan al die onderwerpen? Ja, nou sowieso wordt gewoon als iemand een interessant artikel vindt bij andere media erin gedumpt. Dat is ook wel. Dus zo blijven we wel op de hoogte van echt de meest actuele dingen. Maar ook voor mijn komst is er ook flink gebrainstormd over. Nou, deze onderwerp vinden we belangrijk. Veel. Nou ja, China is natuurlijk, daar kan je voor eeuwig over doorgaan. Maar in relatie met Nederland is natuurlijk het belangrijkste voor Follow the Money. Nou, bijvoorbeeld nu, nou, een onderwerp zou zijn China en universiteiten en uitwisselingen. Er komen natuurlijk heel veel Chinese studenten naar Nederland. Ja, en dan zie je dat je daar ook nog, nou ja, dat je daar niet met één artikel mee klaar bent. Maar jullie dachten dus wellicht na die Confucius Instituten van hoe zit het eigenlijk met studentenverenigingen? Het kwam wel daardoor, ja. Ja, we hadden uit dat artikel hebben redelijk wat bronnen ook gesproken, ook sommige op de achtergrond. En eigenlijk elke keer werd gezegd van ja, die Confucius Instituten, dat vinden we echt een probleem. Die studenten dan die kritisch waren tegenover China. Maar die studentenverenigingen, daar moet jullie eens naar kijken. Dus we werden echt soort van die richting wel uitgestuurd. En we dachten ja, het is inderdaad ook wel, we hadden ook al een paar voorbeelden gezien van een beetje gekke dingen met die studentenvereniging. Dus toen dachten we ja, oké, dat is wel interessant om verder uit te zoeken. Naar dat andere verhaal. Je zegt die studentenvereniging, want het is er maar één. Ja, het is één landelijke studentenvereniging. Die heet de ACSSNL. En dat is de Association for Chinese Students and Scholars. In Nederland dan. En dat is eigenlijk dat is de landelijke vereniging. En dan heeft die nog 17 lokale takken. Dus in Groningen bijvoorbeeld, in Leiden. Zijn allemaal lokale takken van die vereniging. En er gebeurden gekke dingen. Heb je daar voorbeelden van? Ja, één is naar aanleiding van een artikel in de universiteitskrant de U-krant bij Groningen. Dat was een artikel over een Duitse studente die naar Hongkong was gegaan en die daar haar verhaal over deed. En meteen kwam er echt een enorme reactie van allemaal Chinese studenten die zeiden ja, dit klopt allemaal niet. Hongkong hoort gewoon bij China. En ze deden dus vanuit die studentenvereniging hebben ze een officieel statement ook naar voren gebracht waarin ze zeiden geen enkel buitenlands medium of buitenlandse instanties mogen zich moeien met de interne zaken van China. Want ze zien dus Hongkong ook als onderdeel van China, waardoor dat meteen ook een interne aangelegenheid wordt. Dus dat, ja, vonden we meteen heel opvallend dat zo'n studentenvereniging zo hard achter de politiek in het vaderland staat eigenlijk. Ja, want dit klinkt als het Chinese beleid. Ja, ja, dit is gewoon een soort copy-paste van de mening van Xi Jinping. Want we hadden het er daar straks nog over dat hij ook net voor de 100ste verjaardag van de Volksrepubliek van de partij. Ja, ja, inderdaad. Dat was gisteren, hè? Dat was gisteren, inderdaad. Ja. Dat hij daar in een speech ook heeft gezegd, eigenlijk bijna precies hetzelfde, van buitenlanders moeten zich niet moeien met binnenlandse aangelegenheden. En anders dan stuiten ze op een Chinese muur met bloederig hoofd of zoiets. Het klonk niet heel gezellig. Ja. En gisteren is trouwens 1 juli, even voor de duidelijkheid. Want deze podcast wordt soms nog maanden na dato beluisterd. Hè? Serieus, dat is het leuke ervan. Dat heeft een hele lange. Ze zijn heel duurzaam, deze afleveringen. Die studenten die dus naar Hongkong was gegaan. Ik neem aan dat zij de verslag deed van de protesten daar. De protesten tegen China eigenlijk. Goed om inderdaad even te noemen. Ja, zij deed inderdaad verslag van de protesten in Hongkong. Want daar werd een nieuwe wet aangenomen. En met die wet zouden opeens heel veel mensen uit Hongkong die kritiek uiten of die het anders voor China als strafbaars zouden doen, konden worden uitgeleverd. En er waren eigenlijk de vrijheid van meningsuiting in Hongkong werd zo heel erg beperkt in één keer. Dus daar kwamen heel veel mensen voor op straat. En
ja, zij beschreef dan bijvoorbeeld hoe de politie heel hard ingreep met traangas en met geweld om die protesten neer te slaan. Wat gewoon feiten zijn. Ja, ja. En toch zei de studentenvereniging, dit klopt allemaal niet. Dat stond gewoon in hun, toch, je zei het in hun statement op de site. De studenten zelf die reageerden onder het artikel met dit klopt niet, dit is anti-Chinese propaganda, allemaal dat soort dingen. En in hun statement zeiden ze van ja, Hongkong valt onder China. Dus wij houden, dus ze houden zich daar gewoon aan de wet. Eigenlijk wat er gebeurt is gewoon allemaal wettelijk. En buitenlanders moeten zich hier niet mee moeien. Dat is eigenlijk een beetje de strekking van het statement. Op zich wel mooi dat die discussie dus in alle openheid gevoerd kan worden hier in Nederland. Ja, maar dus ook inclusief mensen die zeggen stop deze discussie, want jij hebt er niks mee te maken. Ja. Oh, dus het dit was niet echt sprake van laten we ideeën uitwisselen. Nee, dat is inderdaad niet. Nee. Inderdaad niet de boodschap van die statements. En, nu kwamen we erachter dat de ACSNL wel inderdaad wel vaker dit soort dingen naar buiten bracht. Op een gegeven moment ook op Facebook in 2016 nog over de Zuid-Chinese Zee. Weet je wel, dan lieten ze een petitie ondertekenen om te verklaren inderdaad, Zuid-Chinese Zee hoort bij China en bemoeien met je eigen zaken. Dit is binnenlandse aangelegenheid. Tegen wie die petitie was gericht, wordt dan ook niet duidelijk in dat stuk. Dat is gewoon een petitie over het algemeen, zeg maar. En, ja, en ze wilden die ook nog in Nederlands en in Chinees vertalen om een zo groot mogelijk publiek daarvoor te krijgen. Ja. Dat was ook weer vanuit de ACSNL dat er werd opgeroepen aan hun studenten om die brief eigenlijk was het te ondertekenen. Oké, dus dit waren de dingen die jullie waarnamen. En er was dus tegen jullie gezegd, ga eens bij die studentenverenigingen kijken. En hoe pak je dan zoiets aan? Want ik zag bij het artikel over de Confucius Instituten staat geloof ik een zinnetje. We hebben nog nooit zo weinig medewerking gekregen. Ja, terwijl Follow the Money is wel vaker, komt wel vaker bij dichte deuren natuurlijk. En toen dacht je, oh. En dus hoe kom je dan aan je bronnen? Ja, dat is. Jij wijst nu naar Mira. Je had al contact met een paar mensen. Ja, je had al contact door dat andere artikel. Ja, en ook wel. Ik ben wel daar begonnen ook echt. Want in eerste instantie deed Anne de Vries nog mee onderzoek. Die ook het Confucius artikel mee had geschreven. Maar die is nu naar New York vertrokken. Dus, voorgoed? Of? Nee, voor RTL is die naar New York gegaan. Oh, zo snel gaat het dus. Hè? Ja. Er is ook alweer iemand om weg. Om een stage te lopen. Nou, dat was al een plan, maar met corona werd dat uitgesteld. En toen later is Doreen dus aangesloten. Dus helemaal in het begin heb ik dan nog een tijdje alleen op dit onderwerp gezeten. En toen ben ik eigenlijk meteen zo snel mogelijk bronnen gaan zoeken. Omdat ik dacht, ja, dat is natuurlijk het belangrijkste om echt informatie van binnenuit. Als je zo'n vereniging onderzoekt, dan wil je natuurlijk meteen gewoon alles horen van wat daar gebeurt. En er zijn ook wel heel veel gaan googlen, maar ook bepaalde evenementen of zo, daar kan je gewoon niet achterkomen tenzij iemand spreekt. En daar had ik dan wel op een gegeven moment via een aantal mensen gevonden. En daar ben ik wel heel blij mee. En het is ook gewoon heel, heel dapper van die mensen dat die zich willen uitspreken. Want? Er zijn gewoon reële risico's voor die mensen. Wat we ook zelf zien, overigens. Maar daar kan ik niet te ver over uitweiden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook heel veel voorbeelden van mensen die hier geïntimideerd worden door de Chinese overheid als ze kritisch zijn. Of wiens ouders gecontacteerd worden als ze horen van zoon of dochter neemt deel aan een protest in het buitenland. Want de Chinese overheid ziet hun studenten in het buitenland nog altijd als hun studenten. Als hun onderdeel van hun diaspora eigenlijk. Dus, en op een gegeven moment heeft de Chinese president Xi Jinping ook gezegd, we moeten strenger zijn in het buitenland. We moeten meer patriotisch gaan onderwijzen. Want anders dan komen die westerse ideeën terug naar China en dat willen we niet. Want het gaat, dat bedenkt nu opeens, bij die verenigingen gaat het dan om Chinese studenten die hier tijdelijk zijn en rechtstreeks uit China komen, maar ook om een Nederlandse Chinezen? Het zijn alleen maar Chinese mensen. Dus zowel, het zijn niet alleen studenten, het zijn studenten, maar ook wetenschappers. Het is eigenlijk best wel breed. Ook als er mensen op bezoek komen, kunnen ze dus ook bij die vereniging. Maar ook als mensen hier al jaren wonen, kunnen ze daar ook nog steeds bij. Maar het is niet zo dat er ook westerse studenten, we hebben tot nu toe al sinds nog niemand gezien of gevonden die Nederlands is bijvoorbeeld en die dan bij de vereniging gaat. Dus het gaat echt. Want worden die mensen ook nog beschouwd als onderdeel van het grote China? Zolang ze in China zijn geboren, ja.
Ja. Maar kennelijk hebben ze zelf geen behoefte om zich in dit geval aan te sluiten bij deze vereniging. Wie niet? De Nederlandse Chinezen. Nou ja, Nederlandse Chinezen identificeren zich gewoon niet met per se met communistisch China. En er zijn sowieso, er is niet één soort van Chinese cultuur. Het is, ja, weet je wel, iedereen heeft zijn eigen verhaal. En iedereen identificeert met zich met eigen stukjes van die Chinese cultuur. Of ja, het gebied waar ze uitkomen, weet je. En het ligt denk ik ook aan dat. En inderdaad, in welke wereld je bent opgegroeid. Want ja, Volksrepubliek China is echt wel echt een andere wereld. In de zin van, je krijgt gewoon andere geschiedenisboeken. Ja, bepaalde dingen worden nooit gezegd. Dus je hebt een hele andere belevingswereld. Dus ja, mensen uit Volksrepubliek China, die daar ook echt zijn opgegroeid, vinden wel makkelijker aansluiting daar. Ja. Het is een club die volgens mij in de beschrijving staat dat ook zo, dat die bedoeld is voor Chinese studenten en academici. En het woord voor Chinees dat daarvoor wordt gebruikt is echt wel Chinees uit Volksrepubliek China, eerste generatie, iemand die opgegroeid is in China. Dus in die zin is het wel echt daarop toegespitst. En dat weet jij omdat jij Chinees spreekt? Ja, een paar woorden, ja. Nou, een paar woorden. Ik begreep van... Ja, want je bent veel te... Ik heb je van tevoren even gesproken. Maar ik heb ook Siem Eikelenboom nog even gebeld. Het opperhoofd van het dossier. Okay. En hij zei, ja, dat is zo fijn. Want Doreen, die spreekt Chinees. En die kan ook dossiers lezen, rapporten lezen. Ja, ja, ja. Dus het is meer dan een paar woorden. Nee, wat ik meestal doe is een tekst scannen in het Chinees op of het interessant is. Dan kan ik niet de hele tekst lezen. Dan herken ik gewoon een paar steekwoorden, de woorden waar ik naar op zoek ben. Eventueel zoek ik die op van tevoren. Dan hou ik een vertaling ernaast. En dan ga ik nog specifieker kijken naar de stukken die ik interessant vind, met ook nog de Chinese tekst ernaast. Om te kijken van oké, betekenen die woorden wel echt wat ze in de vertaling zeggen en zo. Dus dat is het level waar ik op zit. En zo kan je dus ook zeggen van de teksten die worden gebruikt bij deze studentenvereniging, die wijzen erop dat het echt gericht is op Chinezen, noem ik ze even. Ja, dat stond wel in de introductie. Maar sowieso, als we dingen gebruiken voor een artikel en we willen echt even helemaal precies weten hoe het zit, dan schakelen we een betaalde vertaler in. Om gewoon er zeker van te zijn dat ik niet een interpreteerfout maak en zo. Dus in die zin laten we echt de officiële vertalingen over aan iemand anders. Maar ik doe wel de eerste ronde scannen en de eerste ronde kijken wat interessant is en zo. Ja, super. Okay. Ja, er wordt natuurlijk niks aan het toeval overgelaten. Hè? Dat is zo ja. Kennen we Follow the Money. Ja, het is echt... Bij dit dossier is het echt absurd. Ja, wat is er absurd? Je moet zoveel checken. Want normaal gezien, als je een Nederlands onderwerp hebt, dan is het ten eerste al makkelijker om bronnen te vinden. Want mensen zijn gewoon niet zo bang om zich uit te spreken tegen de overheid. Integendeel. In China is het natuurlijk helemaal anders. En terecht. Want er zijn gewoon ook effectieve repercussies. Mensen kunnen worden opgepakt. Het is gewoon eng. Dus wij zijn ook heel voorzichtig met onze bronnen. We proberen hen daar ook bewust van te maken. Ook als mensen misschien nog jong zijn of zo. Om toch wel even te zeggen van ja jongens, jullie hebben dit en dit risico, lopen jullie wel. Zijn er dan ook mensen die zich alsnog hebben teruggetrokken toen je dat zei? Nee, maar ik denk dat het ook... Ze weten al zo erg wat voor risico er is vaak. En soms misschien dan niet de lengte ervan of zo. Maar dan proberen we gewoon iets veiliger te communiceren dan daarvoor. Dat soort dingen wel. Maar de mensen die zich al uitspreken, die zijn vaak al wel heel dapper. Zeg maar. Allee, die zijn al dapper geweest. Vanaf het moment dat ze überhaupt contact met ons hebben. Daar gaan al wel wat stappen aan vooraf. Dus dat maakt het heel lastig. En ook wat ik zelf heel moeilijk vind, is dat ook Chinese staatsmedia bijvoorbeeld... schrijven gewoon niet altijd de waarheid. En dat ben je gewoon niet zo echt gewoon per se. Ik bedoel, natuurlijk alle bronnen moeten gedubbelcheckt worden, maar dit is nog wel een ander niveau van dubbelchecken. En ook bij mensen die we spreken moeten we identiteit verifiëren. En nu één bron van mij die ik ook echt... ik heb allemaal documenten laten verzamelen door hem. En die zei dan uiteindelijk van ja, die gaf die dan. En dan was ik wel redelijk overtuigd van die documenten. Maar dan moest ik nog zien of die documenten wel klopten. Dus heb ik dan ook weer gaan aankloppen bij mensen die daar meer van af weten. Om die proberen te verifiëren. Want het is iemand die een functie heeft gehad. Die heel hoog is in de Chinese ambassade.
Hij is ook best wel open daarover. Maar ja, er is, bijna niemand kan zeg maar bevestigen of ontkennen wat hij zegt. Want hij is een van de enigen die is gedefecteerd vanuit de Chinese ambassade. Die is ge wat? Ge? Gedefecteerd, dat betekent zich heeft aangesloten bij... Ja, moet je dan zeggen? Ja, aangesloten bij Australië. Overgelopen. Ja, overgelopen. Ja, hij is overgelopen. Ja, dat is misschien simpel te zeggen, ja. Dat is eigenlijk de enige die daar is overgelopen vanuit de ambassade. Wat natuurlijk niet zo heel veel mensen doen. Maar daarom, vandaar dat hij ook opener kan zijn. Zeker niet. Want hij is met zijn leven bedreigd natuurlijk. Ik bedoel, dat is wel... Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, omdat je net ook zei, hij is ook open over het feit dat hij bij de ambassade heeft gewerkt. Ja, omdat hij al zo ver heen is, zeg maar. Allee, ja. Hij is al bedreigd, hij heeft al die stappen gezet. Mensen kennen hem al, hij is al naar de media gegaan daar, jaren geleden. Dus het gevaar, zeg maar, is er al. Dus dan maakt het niet uit of hij nog extra dingen zegt of dat voor zich houdt. Want ja, hij is toch al in gevaar in principe. Maar wat bij hem ook een heel ding was om dus ook te checken of hij wel is wie hij zegt dat hij is. Ja. Want ik belde hem, maar ik zag hem niet. Dus dat was zo van, ja, hoe gaan we dat nu checken? En ik had wel gecheckt of zijn stem overeenkwam met een ander filmpje dat ik had gezien. Ik had ook documenten gevonden waarin zijn asielaanvraag stond voor Australië. Dat allemaal wel, maar dan was het alsnog van, ja, weet ik nu zeker dat ik echt met die persoon aan het praten ben? Want ik had hem wel benaderd. Dus dat was natuurlijk ook weer een... Dan zeg je van, oké, waarschijnlijk is het wel zo. Maar dan uiteindelijk toch nog... Gezegd van oké, we gaan toch nog video bellen. En via dat video bellen dan toch weer dezelfde foto's er kunnen naast houden. En zo uiteindelijk zijn we nu vrij tot zeer zeker dat dit de persoon is die zegt dat hij is. Maar er gaat wel echt veel werk aan vooraf en dit soort dingen. Voor één iemand. Ja, hoe lang zijn jullie met dit stuk bezig geweest? 3 weken of zo, denk ik. Ik weet niet, zoiets. Oh, dat valt dan weer mee. Ja, 3 weken met echt schrijven, denk ik, inderdaad. En daarvoor... Ja, maar ook wel met andere verhalen ertussen, zeg maar. Ja. Dus het is altijd lastig. Ik denk 3 weken misschien vol. Dus dan wel met andere verhalen, andere onderzoeken nog tussen voor andere artikelen. Wat is de titel uiteindelijk geworden? Want ik heb een eerste versie gezien en het is nu nog niet gepubliceerd. Wat is de kop geworden? Dan moet ik even spieken. Ook in de collegezaal. Kijkt de partij mee, volgens mij zoiets. Ja, en dat is ook gebaseerd op wat een student op een gegeven moment zei. Die naar ons toe komt, die zei van ja, maar ik ben bang dat ook dingen in de collegezalen worden opgenomen. En dat vind ik ook echt niet. Daarom durf ik me niet uit te spreken in de collegezalen. Ja. En dat was heftig. Ja, dat is echt... Want dat soort dingen, pas als je dat hoort... dan besef je van waar mensen rekening mee moeten houden. Want er zijn ook al die studenten... die kiezen hun vrienden heel, heel nauwkeurig. En ook vaak proberen ze dan mensen te vermijden... die bijvoorbeeld dezelfde achtergrond hebben. Dus ik hoorde echt van meerdere studenten die ik sprak... dat die zeiden, ja, ik wil eigenlijk geen contact met andere Chinese studenten. Gewoon helemaal niet. Zelfs al denk ik dat ze kritisch zijn, ik vertrouw het gewoon niet. Dus ze moeten echt steeds nadenken als ze iemand leren kennen... Wil ik daar open bij zijn? Hoe open wil ik zijn? Welk risico? Ja, welk deel van mezelf laat ik zien? Inderdaad. Ja, het is heel vermoeiend. Maar zij zijn wel allemaal lid van die vereniging? Sommigen zijn lid geweest, anderen hebben het niet gedaan. Maar alsnog, ook de mensen die geen lid zijn, zeg maar, zijn ook bang. Omdat dan mensen die wel bij die vereniging zitten, zouden kunnen klikken. En er zijn voorbeelden... Wij hebben voorbeelden gevonden van berichten waarin de ambassade ook heel erg aanmoedigt aan die studenten om te komen klikken. Als ze bepaalde anti-Chinese uitingen vinden. En er zijn ook voorbeelden, ook zeker uit het buitenland, een aantal die, waarbij dat ook echt is gebeurd. Dus waarbij mensen ook gewoon openlijk zeggen, ja, we zijn toen naar de ambassade gegaan. Toen we zagen dat er een Oeigoerse activist kwam spreken bijvoorbeeld. Dat hebben we dan naar gezegd aan de ambassade. De ambassade heeft dan... weer stappen ondernomen om te proberen om dat tegen te gaan. Dat gebeurt ook regelmatig. Dus maar waar kwam er een Oeigoerse activist spreken? Dat was in een universiteit in Australië ook, geloof ik. Zou ik nog eens moeten... Stond dat in het Human Rights Watch? Nee, dat is een ander artikel. Okay. Want dat is natuurlijk een van de grote kwesties, hè, die speelt als je het hebt over China. De Oeigoeren kwestie. En daarvan zegt China ook tegen alle buitenlanden, bemoei je er niet mee. Dit is een binnenlandse aangelegenheid. Ja. Terwijl zij, of nou ja, dat is dus ook binnenland, ze sluiten allerlei mensen op. In kampen, daar zijn natuurlijk ook artikelen over verschenen bij Follow the Money. Ja, en dat is gewoon bekend natuurlijk. Bekend in die zin,
Het is allang bewezen dat er inderdaad Oeigoeren kampen zijn, dat er mensen worden opgesloten, dat er graven worden verwoest van die Oeigoeren. Het gaat best wel ver. Er is ook, de Nederland noemt het ook zelf een genocide. En er vindt ook echt een genocide plaats in die zin dat er veel mensen wordt gewoon verboden om nog kinderen te krijgen. Dat daar ook operaties voor gedaan worden, dat soort dingen. Dus dat is wel echt een heel heftig ding. En een student die we spraken, die zei ook zelf, dat was dan een Han-Chinese student. Dus dat is iemand die van het landgedeelte komt, zeg maar. Zo wordt dat dan verdeeld, mainland. En dan heb je nog Taiwan dat daar los van staat. En dat dan ook weer... Ja, gewoon de grootste bevolkingsgroep in China. Ja, dus dat is misschien beter. Ja. En we spraken dus een Han-Chinese student. En die zei, ik ga ook zelf nooit het Oeigoeren probleem aankaarten. Probleem dat, het conflict dat er speelt. Want als ik dat doe, dan zeg ik eigenlijk dat ik bij de westerse overheden hoor. Overheden, want dan bevestig ik het verhaal. Of dan zeg ik dat er überhaupt iets aan de hand is. En alleen dat al... wordt gezien als aan de zijde van de westerse regeringen staan. En dat is wel echt een scheldwoord in China. Het is heel erg, als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons. Ja. Dat is denk ik wat we keer op keer ook terugzagen en teruglazen in de WeChat-post van ACSSNL. En dat is toch altijd van, oké, als jij hier op een of andere manier niet mee eens bent, dan ben je onpatriotisch, ben je tegen ons. Maar is het ook al zo dat als Chinese studenten geen lid worden, dat ze dan meteen verdacht zijn? Nee, dat heb ik ook wel aan een aantal mensen gevraagd. Dat was eigenlijk mijn hypothese. Ik dacht, dat was ook wel een aantal mensen die geen lid waren, wat die hadden gezegd. Maar als we dan studenten die geen lid zijn spreken en die ook bewust geen lid zijn geworden, dan zeggen die wel van, het helpt voor je carrière wel om wel lid te zijn bijvoorbeeld. Als je bij een staatsbedrijf wilt gaan werken of bij de Chinese overheid. Want daar krijg je dan weer een soort aanbevelingen van soms als je het echt goed doet en dat soort dingen. Maar als je het niet doet, dan is het ook niet dan is er alsnog wel genoeg keuze om bijvoorbeeld aan een baan te geraken en zo. Maar überhaupt in het buitenland studeren is al een beetje verdacht. Omdat je dan dus al met westerse ideologieën in aanraking kan komen. Maar deze mensen staan onder een enorme druk. En denk je, leuk, ik ga studeren in het buitenland. Er komt heel wat bij kijken, blijkt. Maar in het binnenland natuurlijk ook. Ja, nee, ja, dat is ook waar. Ja, en toch staan buitenlandse universiteiten ook heel goed aangeschreven. Dus ik denk dat op zich ook wel... En natuurlijk dat je als Chinese jongere student aangemoedigd wordt om naar het buitenland te gaan, om daar kennis op te doen. En dat vooral ook weer mee terug te nemen naar China. Ja. Het is ook kennisvergaring. En ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon een hele slimme strategie. Maar ja, weet je, dan moet je je wel manoeuvreren tussen de staatsideologie in het Westen. Je noemt, Doreen, de WeChat-posts van de vereniging. We moeten ook nog even uitleggen wat WeChat is. Ja. Dat is een enorm grootschalig social media platform. Dat in China vaak wordt gebruikt. Maar ook door Chinezen en niet-Chinezen in het buitenland. Om met mensen in China te communiceren. En dat is dus niet verboden. Dat werkt gewoon, WeChat. Integendeel, het is zelfs aangemoedigd dat mensen daarop gaan. Ja. Want dan kunnen ze lekker alles registreren. Ja. Westerse social media zijn verboden in China. Zijn gecensureerd. Dat is ook wel de Chinese Great Firewall. En dan zijn er Chinese apps die eigenlijk precies hetzelfde doen en aanbieden, maar dan voor binnenland China. En keurig gecensureerd, zodat er geen moeilijkheden kunnen ontstaan. Ik zie dat ik zelf ook al heel erg die eufemisme gebruik. Maar En WeChat, dat is Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, alles bij elkaar. En WhatsApp, dus het is ook gewoon een normale communicatie-app voor mensen. En Chinese studenten in Nederland gebruiken dat ook gewoon voor alles. Omdat, weet je, ik bedoel, als je in Nederland met Facebook stopt, dan is dat niet zo'n big deal. Maar als je opeens je mobieltje uit het raam gooit, dan is dat wel even iets heel anders, zeg maar. En als je WeChat zou verwijderen, dan gooi je je mobieltje uit het raam. Maar betekent dat ook, omdat je noemt, het is zowel Facebook als LinkedIn bij elkaar. Dus het onderscheid tussen zakelijk en privé is er ook niet? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat bijvoorbeeld bij die ACSSNL, die heeft dan een account daar. Een officieel account dat je kan volgen, die allerlei dingen post. En dat is net alsof je een Facebookgroep op Facebook post volgt.
En daar worden dan bijvoorbeeld ook heel veel banenmarkten aangeboden en zo. Dus het is wel zo dat die studentenverenigingen ook wel heel veel professionele dingen aanbieden. Ja, en ook een soort dating service. Hè? Tenminste, ze organiseren ook een soort speed dating bijeenkomsten, las ik. Inderdaad, gezien dat ze ook een dating evenement organiseren. Dat is wel leuk, met een lunch. En ze speelden dan spelletjes samen blijkbaar. En als het dan klikte, dan konden de nummers worden uitgewisseld. Dus dat klonk dan wel weer heel gezellig. Dus het is eigenlijk een beetje, dat is denk ik een beetje het ding ook van die vereniging. Het is echt best wel een gezellige vereniging. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je uit China komt, je hebt geen idee hoe het in Nederland werkt. Dat je echt een plek nodig hebt of iemand die het vertelt. En dat is eigenlijk ook tegelijkertijd de kritiek die er is. Ook vanuit zo'n NGO als Human Rights Watch. Die mensenrechten over de hele wereld in de gaten houden. Die zeggen van universiteiten zelf laten hier een heel groot gat liggen. Buitenlandse universiteiten. En ik kom zelf uit België. Ik heb dat ook meegemaakt in Nederland. Ik spreek zelfs de taal. En niemand wees mij de weg. Ik had geen idee hoe ik mijn vakken moest inschrijven. Hoe ik platforms moest gebruiken. En dat is voor Chinese studenten natuurlijk nog heel veel erger. Dus ik kan me echt voorstellen als zij dan hier aankomen. En denken, de vereniging die brengt mij van het vliegveld bijvoorbeeld. Dat doen ze ook naar de stad waar ik moet zijn. Dat is natuurlijk fantastisch. En daar kan ik meubels in verkopen. Daar heb ik een netwerk. Daar kan ik leuke dingen mee doen. Feestjes met mensen die ik allemaal kan verstaan. Dus op die manier lokken ze. Lokken is misschien een beetje een raar woord. Maar trekken ze mensen naar zich toe. En dan stilaan komen er af en toe politieke posts ook. Dus het is, zijn er dan ook studenten die jullie gesproken hebben, of ex-studenten die zeggen van het begon allemaal heel leuk. Ik had niet in de gaten wat voor serieuze onderlaag eronder zat. Ja, dat zijn eigenlijk de mensen die we hebben gesproken, die erin hebben gezeten, die zeggen dit allemaal. Want je gaat natuurlijk niet voor niks bij een vereniging. Ik denk natuurlijk in principe gewoon wel dat het dan leuk is. Ik kan me niet voorstellen dat iemand denkt, ook wel vervelend. Nu moet ik bij deze vereniging feestjes gaan doen. Dat is wel echt hoe het begint. Trouwens nog even over WeChat. Het is trouwens ook wel echt een app die in Nederland wordt gecensureerd voor Chinese mensen met een Chinees nummer. Dat betekent dus ook dat als zij over Tiananmen-protesten dingen sturen, over Hongkong moet democratisch, of over Oeigoerse onderdrukking is een echt ding. Dan komt het niet aan bij de ander bijvoorbeeld. En als je daar te ver in gaat, dan wordt je account geblokkeerd. Dat is dus best lastig. Ook dat je daar ook in Nederland rekening mee moet houden. Omdat je gewoon diezelfde app nog gebruikt. Doreen noemde heel kort even de Tiananmen-protesten. Dat is ook wel interessant. Dat is heel kort om even uit te leggen wat daar gebeurd is. In 1989 was er redelijk veel onvrede bij jonge mensen in China over hoe de regering handelde. En eigenlijk ging het vooral over corruptie en het feit dat het niet democratisch ging allemaal. En daar zijn uiteindelijk heel veel mensen eerst begonnen te vredig. Er zijn heel veel mensen voor op straat gekomen. Echt massa protesten. En op een gegeven moment heeft de regering is die totaal in paniek geschoten. En hebben ze gedacht, we moeten dit echt de kop indrukken. Want het gaat te ver. En toen zijn ze met heel veel geweld hebben ze die protesten neergeslagen. Er zijn ook echt veel mensen neergeschoten. Studenten. Ik sprak nog met iemand die erbij was bijvoorbeeld. Die zei van die vriend is in zijn been geschoten. Die in zijn teen. Die bij zijn hart. Allemaal dat soort dingen. Echt heel heftig. En dat gebeurd is. Dat proberen ze nu in China volledig te wissen van uit de geschiedenisboeken, uit de lessen. Daar wordt nooit over gesproken. Dus mensen weten niet dat dat gebeurd is als ze in China opgroeien. Tenzij ze dus kanalen hebben om stiekem informatie te krijgen, dat soort dingen. Maar daarom wordt dus ook, vanaf dat iemand een foto daarover stuurt, over die protesten, wordt die automatisch gedelete. Zodat niemand er eigenlijk achter kan komen van, dat is daar echt gebeurd. En in China, ze zeggen ook de mensen die dan horen over die protesten, die wel heel, heel pro-Beijing zijn, die zeggen dan, maar dat zijn allemaal leugens en laster. En dat is gewoon niet gebeurd. Maar hebben jullie ook mensen ontmoet die inderdaad hebben verteld, pas sinds ik in Nederland studeer, weet ik dit? Niet gesproken, maar er was wel iemand in een rapport. Volgens mij vertelde jij dan nog. Iemand in een rapport die zo van mening is veranderd. Die in zo'n CCP-gezin is opgegroeid. Dat was een nieuwsartikel. Ik weet even niet meer precies welke. Maar die zat inderdaad in een heel... die was dan dochter van iemand die hoog in een partij zat. En die is heel nationalistisch opgegroeid. En ook wel als lievend. Ik bedoel, met alle info die je krijgt om je heen, weet je wel. Waarom zou je dat dan niet zijn? Totdat
Dat was in China zelf. Totdat ze op een gegeven moment dingen probeerde door te vragen. Dan dat ze tegen een muur aanliep. En toen begon met haar een beetje van... Eigenlijk begon ze daar meer en meer over na te denken van... Hey, dit klopt niet, maar klopt dat dan wel ook? Ja, niet. En, uiteindelijk is ze dan ook naar, volgens mij, Amerika gekomen. Maar ik heb het artikel niet bij de hand. Dus ik weet niet precies welke dat is. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Als je afgesloten bent van de informatie... dat als je dan in het buitenland gaat studeren... dat je in aanraking komt met de geschiedenis, de ware geschiedenis... Dat is ook een functie van de studentenverenigingen... om ook zoveel mogelijk ook een beetje gesloten rangen te houden. Dus de Chinese studenten hoeven niet te integreren... want ze hebben al hun community. En ze hoeven helemaal niet heel veel extra moeite nog te doen... om informatie te gaan zoeken of zo, want ze krijgen het via WeChat. Dus dat is ook een manier. En schijnbaar, dat horen we ook van universiteiten... zijn er ook wel veel studenten die gewoon blijven samenwonen. Dus dan zijn het een paar gebouwen waar dan heel veel studenten samen zitten... Dan blijft het ook wel heel gesloten. Dus dan, er zijn dan een aantal mensen die wel echt weggaan ervan. Maar dan merk je ook dat die soort van worden slecht aangekeken door andere Chinese studenten. Dus dat is dan wel het risico dat je meteen neemt. Hey, en in het begin vertelde je over het artikel over de Confucius Instituten. Dat er kamervragen zijn gekomen. En dat de minister heeft gezegd we gaan de universiteit op afstand zetten. Of we vragen dat van de universiteiten. Wat moet de regering hier ook iets mee? Met deze studentenvereniging. Goeie vraag. Wat ons heel hard opviel is eigenlijk dat de universiteiten tot nu toe van weinig afweten rond deze verenigingen. Hoe bedoel je? Dat we hebben bijvoorbeeld gevraagd van welke verenigingen zijn er voor Chinese studenten bij jullie? En dan zijn er heel veel die het gewoon niet noemen. En terwijl de allerruim de grootste studentenvereniging van de Chinese studentenvereniging van Nederland is. En, want er zijn er meer. Er zijn er nog een aantal kleine. We hebben een aantal kleine tegengekomen, maar niet significant. Ja, vaak ging dat ook heel erg over een studierichting bijvoorbeeld. Ja. Dus niet per se over een land. Maar goed, dit is dus iets waar men niet eens van op de hoogte is. Straks wel, naar aanleiding van dit artikel neem ik aan. Maar dat is opmerkelijk, want de Confucius Instituten, daar waren ze natuurlijk wel van op de hoogte. Ja. Sterker nog, daar werkten ze mee samen. Ja, en dit eigenlijk wat we hier nu een paar keer hebben gehoord, is gewoon van, daar gaan wij niet over, zeg maar, over die vereniging, omdat die losstaan van de universiteit. Dus het is ook niet zo dat ze geld krijgen van de universiteit bijvoorbeeld. Terwijl de Confucius Instituten, die kregen in natura dan wel geld van de universiteit. Dus dat is het verschil, denk ik. En ze koppelen zich dus daar ook echt wel los van, dat merken we wel. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een docent gesproken die zei van ik vind eigenlijk dat daar veel meer aandacht voor moet zijn. En vooral dus omdat die studenten zich onveilig voelen. Dus vanuit de universiteit moeten manieren gevonden worden om dat toch te proberen te behelpen. Want die studentenverenigingen afschaffen, dat gaat niet helpen. Er is gewoon recht op vereniging ook. Ja, precies. Ja. Dus dat. Want zij krijgen hun geld van de ambassade, hè? Onder andere, ja. En van een aantal Chinese bedrijven. Of andere, ze mogen aankloppen, zeg maar, bij bedrijven voor sponsoring. Maar wel voor grote evenementen en zo bij de ambassade. Oké, maar één manier is wat jij zelf mooi aangaf, wat je zelf ook hebt meegemaakt als buitenlandse student zou zijn, als de universiteiten zich richten op die mensen en iets voor hen organiseren waar ze zich hopelijk veiliger kunnen voelen en het net zo leuk kunnen hebben. Ja, dat en gewoon echt praktisch, heel praktische hulp. Gewoon een soort. Want zij hebben dus een mooie welkomstgids. Het is heel leuk om te lezen. Ook kom aan in Nederland. Wat zijn Nederlanders? Hoe doen ze? Het lijkt alsof ze heel bot zijn, maar eigenlijk zijn ze heel direct. Oh, dat soort. Het lijkt alsof ze heel bot zijn en dat zijn ze ook. Ja. Precies, ja. Dat soort dingen. Maar zoiets kan de universiteit natuurlijk ook gewoon doen. En het gewoon toegankelijker maken. Want blijkbaar, misschien doen ze het zelfs al wel, maar blijkbaar komt het er niet. En als ze dan op voorhand al daar iets voor organiseren, dat helpt wel heel erg, denk ik, ja. Ja, want dus bij de universiteiten zijn er ook risico's van beperking van academische vrijheid. Omdat mensen in de collegebanken zich niet meer durven uit te spreken, bijvoorbeeld. Dus het is niet zo dat dit helemaal losstaat, dat een probleem is dat losstaat van universiteiten. Nee. Dus de reden van dat mensen zich veilig voelen ergens is natuurlijk eigenlijk veel belangrijker. Maar als je dan echt wil zeggen van universiteit, ik hou me er los van. Nee, dit heeft ook met jou te maken. Ja. Zeker. En over veilig voelen gesproken. Hebben jullie nog nagedacht over, als ik aan dit dossier ga meewerken en hierover ga schrijven, kan ik misschien nooit meer naar China of overdrijf ik nu? Nee, helemaal niet. Ik ga niet meer naar China. Op
vakantie. Nee, ja. Dat is wel een soort consequentie die je dan voor jezelf al op voorhand, denk ik. En jij, Dorien, want jij hebt Asian, hoe heet jouw studie? Asian Studies? Ja, Asian Politics, Economy and Society. En ik heb een minor Chinese economie en geschiedenis gedaan. En ik zou het leuk vinden om nog een keer naar China te kunnen. Maar op dit moment gaat dat niet gebeuren. Maar nee. Nog een keer ben je er wel geweest? Als ik überhaupt de journalistiek in zou zijn gegaan, dan zou ik China niet meer in kunnen. Want ze laten geen journalisten meer toe. Of nauwelijks, er wordt flink gemonitord. Ik denk ook als ik dan als iemand met een journalistieke achtergrond voor mijn vrije tijd naar China zou gaan, dat dat ook niet zou kunnen. Ben je er wel geweest al? Ja, een tijdje. Ik heb daar Chinees geleerd ook. Voor een tijdje. En jij bent er ook geweest, Mira? Nee. Dus voor jou gaat het nooit meer gebeuren. Nee. En jij hebt dan nog die herinnering. Ja, nou ja, je weet ook niet hoe het in de toekomst eraan toe gaat. Hè? Ik bedoel, het is zeg maar, je hebt me sinds de power grab van Xi Jinping in 2014 toch best wel dat China steeds meer en meer op zichzelf gekeerd is, totalitairder wordt. Maar ja, weet je, ik bedoel, als je ziet hoe snel dat deze kant op kan veranderen, dan kan het ook weer de andere kant op veranderen, heb ik het idee. Alleen dat is puur speculatie verder, dat weet ik niet. Ik hoop het gewoon. Ja, nou, dus wel leuk. Ja. Laten we met dit lichtpuntje gewoon eindigen. Ja. Voor nu. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.